Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 26 hier in Oostenrijk. Heb jij de vorige aflevering in Frankrijk gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. We wonnen daar de wedstrijd en hadden weer een redelijk gat weer te dichten naar Valtteri Bottas. Dat is ook gelukt, dat gat is nu 10 punten. Dus hopelijk kunnen we deze wedstrijd hem gaan vervangen voor de leiding in het WK. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat je een enkele aflevering van mij mist. Like hem als jij hem leuk vond, dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media, mijn gebruiksnaam in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote race van Oostenrijk natuurlijk. We zijn inmiddels aanbeland bij Q1. Het is bewolkt, maar er is geen regen voorspeld, dus dat is goed om te zien natuurlijk. Wij moeten nu gewoon zorgen dat we door kunnen komen naar Q2. We krijgen een trek voor een cornercutting op onze broek vanwege het afsnijden van de bocht natuurlijk helaas. Onze eerste run in Q1 zit er alweer bijna op en wij noteren een 1-3-4. De tiende langzamer dan Sergio Perez. We zijn doorverwezen naar P6. We stappen op P4. En gaan onze tweede run in. En kijken wat dat dan gaat worden. Iets te wijd. Krijgen een cornercutting waarschuwing, maar dat is geen probleem. Drie tiende onder de tijd van Verstappen. Dat is goed om te zien, maar wel rood in sector 1. We komen bij de laatste bocht aan, weer te wijd. En wij noteren een P6 nog steeds en zijn langzamer dan onze vorige tijd. En Leclerc snel, 3/10 los van Valtteri Bottas, wij dus naar een P11. Met een 1-3-4 op 17e van Charles Leclerc. Alonso zit erbij, 4/10. Massa door naar Q2, P15, op 1,2 seconden van Charles Leclerc. We zijn aanbeland bij het tweede deel van de kwalificatie. Q2 is aanbeland en wij hebben besloten om op deze run op de softbanden te gaan doen. Ze schieten daar trouwens weer te wijd door. Waarom? Oostenrijk is een heel snel circuit. Daar kan van alles gaan gebeuren terwijl Verstappen de snelste tijd neerzet. Ze hebben een 1-4 zoveel. Wij zitten trouwens paars in sector 1 neer. En ja, omdat dit dus een snel circuit is, heeft het volgens mij geen zin om op die medium band te gaan starten. We hebben heel veel momenten dat we te wijd gaan. Sainz met een 1-3-5 en wij pakken de pole af met een 1-3-3. Voorlopig dan in Q2, maar het is helaas P7 geworden, want Charles Leclerc is weer sneller gegaan. En Massa niet door naar Q3. Charles Leclerc is snelste man in Q1 en Q2. Kan hij dit volhouden? Of steken wij er een stokje voor? Dat is de vraag. Giovinazzi op P15. Q3 is aanbeland. We gaan kijken wat dat gaat worden. We zijn als allerlaatste de baan opgegaan. Voor onze eerste en enige run namelijk. Want we willen graag banden sparen. We gaan daar weer te wijd. We krijgen weer een cornercutting waarschuwing, maar dat is geen probleem. Waar staan wij dan zometeen bij het einde van onze laatste run, onze eerste en enige run. En dat is de pole position met een 1-2-9. We hebben de pole voorlopig in handen met nog een minuut te gaan ongeveer op de klok. Maar Lando Norris is harder gegaan, Valtteri Bottas is harder gegaan en wij dus naar een P3 op 3/10 van Bottas en Norris. En wij zijn 3/1000ste van de seconde sneller dan Carlos Sainz. En Leclerc maakt het niet waar, P9 komt 17e tekort. Dus Norris vanaf P1, Bottas vanaf P2, wij dus vanaf P3. Hopelijk kunnen we wat inlopen op Valtteri Bottas in het WK-klassement. Dus daar gaan we dan voor carrière aflevering 26.
This is it then, race day in Spielberg for this year's Austrian Grand Prix. Not long to go before our drivers hurtle off the line and into the first turn, the Niki Lauda Curve, as it was renamed in 2019 in memory of one of Formula One's most beloved figures. It's a short lap here in Spielberg with just 10 corners, 7 rights and 3 lefts, making up the total distance of 2.6 miles. And expect to see a lot of cars running wide today, especially through the last corner, as the wet conditions make the cars skittish through the downhill sections. Alongside me once again for coverage of today's race, it's none other than the great Anthony Davidson. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? They've been avoiding mistakes and have had solid pace, so it's been a good season so far, but whether they can keep that up long term remains to be seen. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lando Norris will lead us away from pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Considering the rest of the grid, we have the Professor, Sainz, Max Verstappen and Perez, Hamilton, Ricciardo, Leclerc and Fernando Alonso, Gasly, Stroll, Felipe Massa and Ocon, Russell, Giovinazzi, Yuki Tsunoda, and Callum Ilott, Lundgaard, Latifi, Mick Schumacher, and Nikita Mazepin. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Nou, we moeten dus gewoon weer punten zien te pakken in deze grote prijs, zegt Jeff. Intermediate, maar er komt een drogere periode aan. Neem er extra fuel mee om hard te kunnen pushen. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 26 van F2021 My Team Career Mode. We starten op een P3 voor ons Valtteri Bottas. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen maar moeizaam op gang bij heel veel momenten wielspin. Energy Store is al beschadigd. Kijk hier aan de buitenkant van Carlos Sainz om die plek weer terug te pakken. En dat lukt ook gewoon. Maar Bottas en Norris zijn al van ons weggereden. Het gat is al gelijk 1,1 seconde. We verliezen al heel veel tijd naar die twee jongens voor ons. En ja, we moeten oppassen. Want de onderdelen zijn beschadigd. En hopelijk kan dat ons niet nadelig opbrengen, dus dat we niet moeten uitvallen, want dat is zeker niet de bedoeling. Anders verliezen wij nog meer terrein naar het wereldkampioenschap. Er zijn maar 16 races te gaan namelijk. We zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Valtteri Bottas is gewoon weggereden. Dat gat is 2,1 seconde naar Lando Norris. Wij op P3. En dat gat is 14e. En Lando zit ons een beetje op te houden, want wij willen hem graag voorbij. Moment overstuur op de exit. De regen is al aan het verminderen. De baan is gewoon nog nat. En dat is het alleen maar. Groen in sector 1. Rood in sector 2. Norris heeft het zwaar. Dat gat is maar 17e. Dus we zitten er wel dicht op. Ronde nummer 4 is het. Groen in sector 1 en daar vallen we dan Lando Norris brutaal aan. Aan die binnenkant duwen de Brit gewoon helemaal wijd. En dat is P2 op naar Valtteri Bottas voor de leiding in de wedstrijd in ronde nummer 4. Er zijn nog 32 rondes te gaan. Herhaling van de start dus met Norris op pole position, Bottas op P2, beide op P3. De lampen sprongen uit en we waren onderweg. En iedereen kwam gewoon heel goed weg. Ja, behalve ik dan. Maar ik pak die plek hier dan gelijk dan weer terug van Sainz. Door gewoon helemaal wijd te gaan. En zo behielden wij P3 in ronde nummer 1 van de wedstrijd. Zijn dus inmiddels op naar P2. En dat is dus goed om te zien. Het is daar achter ons een beetje dringen voor posities met Perez en Hamilton. Dit zag Lando Norris in ronde nummer 4. Wij komen in één keer uit het niets in beeld. Daar zijn we dus. Zetten hem brutaal ernaast.
En we raakten elkaar ook eventjes met de banden. Ook Carlos Sainz zit hier te kijken bij Norris, dat lukt niet. Perez zit hier dan met een aanval aan de buitenkant van Sainz. Oeh, het was er even heel krap. Norris blokkeert Perez. Sainz kan weer terug aanvallen. En Max nog steeds achter zijn teamgenoot. We zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Als de regen aan het verminderen is. We zijn op het crossoverpunt paars in sector 1. Dat is volgens mij een tiende sneller. Dat is goed om te zien. Dat gat naar Valtteri Bottas is 3 seconden. En op de MFD komt er een nieuwe strategie om naar de medium compound te gaan. Dus naar de droogweerbanden. En ik vind het knap dat Jeff dat zegt. Ja, DRS is ook beschikbaar gesteld door de FIA. Dus nu is het gewoon naar binnen gaan. Want als DRS beschikbaar is, dan geeft dat aan dat de baan droog genoeg is voor droogweerbanden. Paars in sector 1 dus, groen in sector 2. Het gat naar Valtteri Bottas is 3,2 seconden. En wij duiken dus naar binnen voor onze eerste pitstop van de dag. We moeten er dus nog 2, inclusief deze. Bottas duikt ook naar binnen. Heel veel jongens duiken naar binnen. En Bottas moet hier dan even op mij wachten. Maar die moet ook op heel veel jongens wachten. Kijk maar, Bottas zit daar gewoon de hele tijd vast. En deze pitstop moet goed gaan om Bottas te kunnen passeren. Dat is net niet gelukt. Maar we zitten er wel dichterbij dan voordat wij de pitstop gingen maken natuurlijk. En komen we terug op P10. Bottas dus voor ons. Norris achter ons. Sainz naar P12. Hebben slipstream van Valtteri. En vallen hem hier mooi aan die binnenkant. Dat is goed om te zien. De volgende heet dan Nicolas Latifi. We hebben ook DRS van de Canadees. Zitten in de slipstream en gaan hem hier dan aanvallen aan die binnenkant. Goed gedaan. De volgende heet dan Christian Lundgaard. Mijn oude teamgenoot van seizoen 1. En ik merk hier gewoon het gripverschil. Alleen Lundgaard blokkeert hier mij een klein beetje. En daar ben ik niet van gediend. Terwijl wij paars in sector 2 neerzetten. Raar moment met Christian Lundgaard. Maar goed, dat is P7 voor ons. En Bottas rijdt dus nu achter Christian. En hoop ik dat hij hem wat op kan houden. Daar duikt Giovinazzi naar binnen. Gasly duikt ook naar binnen voor de droogweerbanden. Ricciardo duikt naar binnen. Verstappen duikt naar binnen. Leclerc duikt naar binnen. En wij rijden aan de leiding van de grote prijs. Dit gebeurde dus tijdens de pitstops met Valtteri Bottas. Die reed dus als eerste naar binnen. Kwam er ook als eerste weer naar buiten. Maar in één keer werd hij gepasseerd door ons. Hij moet hier eerst wachten op ons. Toen Norris en heel die andere lui. Daar moet hij gewoon allemaal op wachten. En wij proberen hier nog Bottas te passeren, maar dat lukt net niet. Jammer. Maar we hebben wel tijd goed gemaakt. Kijk maar, we kwamen er heel dicht achter. En dus als we hier zometeen gewoon een slipstream pakken van de Finn. We hadden onze overtakeknop aangezet om extra power te krijgen. En doken hier aan de binnenkant in ronde nummer 7 er voorbij. En zo hadden wij Valtteri Bottas te grazen genomen. We zitten in ronde nummer 9 van de wedstrijd als Lando Norris en Valtteri Bottas dichter bij mij komen. Het gat is 3/10. En wij gaan zo meteen ronde nummer 10 alweer in. Dan zijn er nog 26 rondes te gaan. Bottas heeft DRS. En wij noteren de snelste raceronde, maar Bottas en Norris verbeterden die gelijk met 1.7.1. Dat is de snelste raceronde die Lando Norris heeft gezet, maar Verstappen doet daar een schepje bovenop. Een 1.6.9. Dat is 1/15 sneller, een halve seconde sneller dan dat wij dat doen. We zetten weer paars in sector 1 neer. Bottas kijkt daar naar die buitenkant, zie ik. Daar is weinig ruimte. En wij houden die plek vast. Norris komt er ook aan. En zetten niet dezelfde regels neer, maar dat zet
Carlos Sainz in één keer neer met een 1.65. Bottas kijkt naar de buitenkant. Verstappen verbetert dat weer naar een 1.61. Je ziet hier een beetje dringen voor P1 met Bottas, mijzelf en Lando Norris. Groen in sector 1, 3/10 sneller. En Norris valt aan bij Valtteri Bottas aan de buitenkant. We zitten in ronde nummer 12 van de wedstrijd. Bij de DRS-zone. En Bottas zit te kijken. Kijkt naar de buitenkant, dat lukt meestal niet. We laten hem gewoon staan, duwen hem daar compleet wijd. En dit keer is het Carlos Sainz die naar P2 is gegaan. Norris dus naar P4. Rood in sector 1 en 2. Dat gat naar Carlos Sainz is 1/4. Maar dat is hij aan het dichtrijden. De Ferrari-coureur is op dreef. Groen in sector 1, 2 en 3. Maar we hebben een probleem. We hebben een probleem. We moeten niet in paniek raken, zegt Jeff. Dit gaat toch niet. Het zal toch niet gebeuren dat we moeten uitvallen, jongens. Daar komt Sainz met een aanval voor de leiding. Maar wij pakken hem hier weer mooi terug. Beetje ontwijkingsmanoeuvre van Sainz. DRS ingeschakeld. Nee. We vallen uit en nemen Bottas hier gewoon mee. Oh, Verstappen raakt zijn voorvleugel ook kwijt. Maar dit is niet de bedoeling. En hier had ik het 2 afleveringen geleden al over. In Canada vielen wij toen uit met eenzelfde probleem. Nu in Oostenrijk. En weer gaat gewoon een overwinning in het putje. Want we hadden nu al lang 3 overwinningen kunnen boeken. Canada leek erin te zitten sowieso. Frankrijk en nu Oostenrijk, maar ja, helaas. 2 uitvalbeurten in 3 wedstrijden en hiermee gaat gewoon, ik denk gewoon de titeldroom in het putje. Want dit kan zo niet langer. Dit moeten we ook niet hebben en toch krijgen we er een. Helaas, pindakaas. Zo zag Valtteri Bottas het. Ja, die moet daar even ontwijken. En dan wil ik hem hier eigenlijk soort van een beetje in de grind duwen dat hij geen punt pakt. Maar ja, Sunt. Zonde. 0 punten in Oostenrijk. Jammer, maar helaas. Maar kop omhoog houden en op naar België. Fantastic team effort to secure victory here in the Styrian Alps. And talk to me, what do you think it was that sealed the win for them? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Here come our winners now. A thrilling race and a tremendous effort by Ferrari. Their history is well known, so it's no surprise to fans the world over to see them come out on top once again. De uitslag van de grote prijs van Oostenrijk. Sainz wint de wedstrijd. Hamilton naar P2 pakt zijn racehonderdpunt. Perez naar het podium. Massa komt tekort, P13. 0 punten dus alweer voor het team. Jammer, maar helaas. En wij vallen dus uit en Maas ben op een ronde gezet. Klassement. Verschil naar Perez is 13 punten. Hij neemt de leiding over van Valtteri Bottas. Verstappen en Hamilton staan gelijk. Maar het wordt nog bloedspannend wie die wereldtitel pakt. Intus medium, medium en wij dus, ja helaas, Intus en mediums. Jammer, maar helaas. Ronde nummer 14 kwam er een eind. En ja, nogmaals, dit moeten wij niet hebben. Wij moeten gewoon nu
Met nog ongeveer, ja wat is het, 10 races te gaan. Moeten wij nu telkens in de punten finishen om nog kans te maken voor die wereldtitel. Anders is het gewoon gedaan en moeten we ons focussen op seizoen 3. Maar goed, ik ga deze video helaas afronden mensen. Ontzettend jammer van die uitvalbeurt. Het was gewoon een CE die ermee ophield. In Canada was het de Gearbox. Dus daar moeten we voor de volgende wedstrijd een penalty voor nemen. Dus wij starten in België sowieso 10 plekken achteruit. Dus dat wordt nog wat. Heb jij genoten van deze video? Beloon dan zeker met een like. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 My Team Career Mode content. Schakel ook lekker belletje als je geen enkele video meer van me mist. Like als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F2021 My Team Career Mode. Ga verder in België.